Hey dames, kom op! Hou vol! Hey Jeetje. Morgen. Ga jij vandaag dubbel ontbijten? Ja, ik had al eitje gebakken. Ja. En toen kwam jij ineens met dit. Echt super lekker. Ja, jij wilde een klein beetje, maar ik dacht, ja, net zo goed alles geeft, toch? En jij moet goed eten, want je hebt vandaag kerstviering op school. En dan is er waarschijnlijk geen eten op school. Oh, dat is niet waar. Dat was een grapje. Maar ik heb wel echt een lange dag. Ik denk dat ik 14 uur heb of zo. Oh. Niet normaal. Ja. Van 8 uur ben ik op school en 10 uur 's avonds ga ik naar huis waarschijnlijk. Nou, ga maar goed eten dan. Maar lekker zeg, ik heb al een hapje genomen stiekem. Ga maar eten, ik ga dan even de rest afmaken, ja? Merry Christmas. Merry Christmas. Tuur, ga nou eten. Tuur, je moet over 10 minuten de deur uit. Ja, ik ga. Op schieten. Ja. Goedemorgen, het is donderdag en het is vandaag een mooie dag, want de zon schijnt wederom. Daar kan ik zo gelukkig van worden. Vandaag het programma vlog editen, blog schrijven, 2 om precies te zijn. We gaan een test doen. Een paar weken geleden hadden we een test gedaan met Fon en vandaag gaan we een test doen met Marianne. Ook iemand die met mij meeging tijdens de New York Marathon in 2017. En wat gaan we dan meer doen? Dat gaan we later zien. Ik weet het zelf ook nog niet. Ik vraag me echt af, hè. Zijn er echt mensen die in dit soort appjes trappen? Van de Rabobank. Met zo'n telefoonnummer afzender. En dan zo'n URL. Ik in ieder geval niet. Ik vind het wel knap irritant dat ik ze echt bijna wekelijks binnenkrijg. Oké, het is me eindelijk gelukt. Ik heb een verslag geschreven over Roar. Over hormonen en sport en de invloeding van hormonen op sport. Het staat nu online als het goed is. En ik ga dit boek gewoon nog een keer lezen. Want ik denk dat als je een boek zoals dit meerdere keren leest, dat je er alleen maar meer uit kunt halen. En nog meer boven de stoef komt te staan. Want ik weet nog lang niet alles. Oké, het is lunchtime. Kijk naar een video van Monica Church. Het is inmiddels 2 uur. Ik ga nu naar de baan waar Marianne is. Marianne gaan we testen. Het was Fon een paar weken geleden. En daar ga ik ook gelijk mijn eigen training van maken. Want ik wilde eigenlijk vanmorgen eerst zelf mijn training doen en daarna met haar lopen. Alleen na mijn training van gisteren denk ik echt dat het verstandiger is als ik deze week heel rustig aandoe. Dus ja, ik ga geen 2 trainingen op een dag doen. Hey dames, kom op! Hou vol! Oké, kom op hè! Succes, kom op! Go, go, go! Nou, 182 was je max ook, zei ze toch? Ja. Hoe was het? Intens. Intens. Tuur, waarom trek je nooit een pak voor mij aan? Vind je het netjes? Ja. Stropje erbij is ook netjes hoor. Ik vind een stropdas niet zo mooi. Wat? Nee. Het komt niet vaak voor dat ik er netter uitzie dan jij. Andersom. Klasse weertje. En een kappertje geweest? Ik kreeg vandaag een reactie op mijn blog. Ja? Iemand die zei dat als ik kinderen met jou ging maken dat het heel onverantwoordelijk was. Omdat jou bijna in de overgang was. En mannen komen niet eens in de overgang. Tuur is de deur uit. Die heeft vanavond kerstfeest op school, dus die is pas heel laat thuis. Ik ben voor mezelf rijst met ragout aan het maken, of nou ja, het opwarmen van gisteren. En verder had ik net bijna een auto besteld. Alleen was de plek waar ik de auto wilde bestellen was helaas net gesloten. Ik denk dat ze aan de kerstborrel zijn begonnen, want volgens de website moeten ze nog 1:30 bereikbaar zijn. Ik heb een leaseauto op dit moment en half januari loopt mijn contract af. Dus ik moest nu wat nieuws. Ik zou eigenlijk een samenwerking hebben met een leasemaatschappij. Alleen dat ging dus niet door, helaas. Dus nu ben ik een andere auto aan het uitzoeken. Of in ieder geval, ik heb nu een andere auto uitgezocht. En
ben er nu helemaal uit wat ik wil. En ik kan hem ook gewoon via de website bestellen. Alleen, het voelt gewoon niet goed. Een auto bestellen via de website. Ik bedoel, het is geen Zara shirtje. Het is gewoon iets waar je, nou in mijn geval 48 maanden, een gedeelte van je salaris naartoe brengt. Ik vind het dan toch wel fijn om gewoon even met iemand te praten. In plaats van dat ik gewoon een paar knopjes indruk en dan mogelijk misschien iets verkeerd doe en dan 4 jaar lang aan iets vastzit wat ik helemaal niet wil. Dus ja, ik wacht eventjes tot morgenochtend. Mijn kind is trouwens echt prachtig. Het is die periode van de maand, of in ieder geval, ja. De dagen voordat ik ongesteld word is dit altijd een beetje jammerlijk. Een beetje heel jammerlijk. Wel weer mijn mooie pak aan van de Bloem. Het ziet er echt uit als een bakje kots, maar het is echt super lekker. En ik heb er zoveel trek in. Ik wist niet zo goed wat ik moest kijken, dus ik dacht, waarom niet gewoon weer eens een aflevering Gossip Girl. Maar tot nu toe kan het me niet echt boeien of zo. Hey Tuur. Hey, hey. Was dit jouw outfit vanavond? Huh? Je moet echt weer eens push-ups doen. Ja. Kippenborst. Wat zeg je? Is het? Mijn pak staat in de zak. Ja, die zak hangt in de, dus de logeerkamer aan dat rek. Oh ja. Tuur is weer thuis. Dus oh, heb je nog een groetje? Wat ik voor de lunch voor mezelf voor morgen bewaard. Tuur is weer thuis. Ik heb me een beetje verveeld vanavond. Ik had namelijk, ik dacht dat ik een boek had. Christmas Shopaholic. Alleen ik had dan maar 30 pagina's in dat boek. Dus die was vrij snel uit. Daarna kreeg ik een mail van een webshop waar ik al een tijdje heel erg verlekkerd naar de mooie dingen op de webshop aan het kijken ben. Met dat er een speciale actie was. En uiteindelijk ben ik voor de bel gegaan. Ik denk dat dit mijn kerstcadeautje voor mezelf is. Als het goed is het er binnen een week. Maar ik weet niet hoe het gaat met de kerstdagen. Dus ik weet niet of we het voor de kerst gaan krijgen. Of we het nog in 2019 gaan krijgen. Maar als het binnen is, dan laat ik het zien. Het is in ieder geval sportkleding. Maar dat hadden jullie vast wel geraden. Want als ik ergens enthousiast van word, dan is het meestal sportkleding. En misschien is het wel mijn outfit voor de Boston Marathon. Dat is wel de intentie waarmee ik het gekocht heb. Hey Chip en Dale. Ik heb trouwens geen alcohol vanavond. Of ik heb weinig alcohol. Wat is al de grols? Dat vind jij niet zo lekker. Ik kan dit dus nooit meer een sponsored deal met grols doen. Want jij hebt nu gezegd dat je het niet lekker vindt. Zo vies. Oké, dus ik heb geshopt online. Tuur heeft feest gevierd op school. En we kunnen vanavond een uur langer slapen. Want Tuur heeft morgen pas om 9 uur op school te zijn in plaats van 8 uur. Yes. En ik ga nu eventjes midnight snacking doen. Waar is de kwark? Hier is de kwark. Ik heb zo'n honger. Goedemorgen. Het is buisjestijd. Het is inmiddels vrijdagochtend en ik heb de vlog niet afgesloten. Omdat ik gisteren ook al met zo'n rare pleister op mijn kin zat. En ik had geen zin om dat te filmen. En nu zit ik nog steeds met een pleister op mijn kin. En moet ik toch echt de vlog afsluiten. Anders kan ik hem niet editen. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk morgen weer bij een nieuwe video. Goedemorgen. Het is donderdag. En de zon schijnt wederom vandaag. Yay. Goedemorgen, het is donderdag. En ik heb volgens mij al gevlogd vandaag. Goedemorgen, het is donderdag. En ik ben net begonnen met het editen van mijn vlog. En dat ga ik nu doen. Wat was jouw slag? 183. 183. Wat doen we? Durf je nog één proberen, rondje? Nee. Nee, klaar? Even liegen. Oké. Okay. Na één minuut moet er even naast nog weten. Weet je wandelen nog dan?
hebben hetzelfde ding.